Kanderen bij Basel waren we te gast bij de keramist en kachelovenbouwer Andreas Ruenschop, die samen met een team van 6 keramisten een vuursculptuur-happening organiseerde. Kunnen we nog een paar van deze schamotstein zo drauflegen? Zij bouwden een object met 500 kilo klei. Is even met die werbekeuring daar. U ziet nu een korte impressie van de voorbereiding en stook van een 2 meter hoog sculptuur. Gaat snel, hè? Okay, this is the first time.